Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Super Mario Generations met Sander van Gaming SB. De tijd begint nu! De vorige aflevering heb ik lopen schelden op dit level, daarom ga ik dit level nog een keer doen. Shocking Arrow Lifts, dat is de bedoeling. Iets met schokkend en pijlen en liften. We gaan het zien. Sander, welk level ga jij doen? Weet ik nog niet. Ik heb schijnbaar die ene lava level uitgespeeld. Okay. Behalve de 100 muntenster, maar ja, ben jij eenmaal. De 100 muntenster? Ja, die ga ik niet doen. Dat kost echt veel te veel tijd. Ja, en die is ook helemaal niet nodig. Kijken, waar kom ik hier uit? Want ik wil dat maze level dus echt niet gaan doen. Ja, ik snap dus niet, hè, dat de camera zo slecht is in sommige levels. Soms dan denk ik nog van, oké, ik snap dat ze dat niet doen bij dit level, zeg maar. Maar bij dit level snap ik niet. Dit is een groot vierkant. Je zou toch alles moeten kunnen kijken, zeg maar. Ja, ik weet het ook niet. Hey, waarom kan ik nu niet gewoon de camera naar rechts doen? Weet ik niet. Sander, vertel het me. Ja, ik wou dat ik het je kon vertellen. Oh, volgens mij moet je hier... Kun je niet een water... In het water deuren openmaken? Ik denk het niet, want de hele game spaced hem als ik er dichtbij in de buurt kom. Gast, jump gewoon. Jump op dat fucking platform. What the fuck, deze game jump is echt alsof niet alsof het de jump style is. Ken je dat nog, jump style, of is dat... Ja, zeker. Nee. Er was ooit zo'n video op YouTube. En dan zag je Patrick en SpongeBob jump stylen. Echt? Ja. Ken je ook die... Ik weet nog steeds niet of dat legit is of een meme. Maar waren van die SpongeBob intro's... In China of zo. En dat was dan echt... Nou, ja. Dan had SpongeBob een tank en zo. En, nou, geen tank misschien. Maar die had wel een raar hoedje op en zo. Weet je wat ik bedoel? Nee, ik heb echt geen idee. Misschien als ik... Ik weet ook niet meer hoe ik dat ooit ga vinden, zeg maar. Ik wil het je heel graag toesturen. Want, waarom niet? Maar, ja. Ik weet niet of ik dat ga vinden. Waar is dit nou weer dan? Waar de hel ben ik beland? En hoe ga ik dit ooit nog terugvinden? Dat is zo'n geheim. Oh, hier ben ik. Magische poeder. Oh, dat is... Ja. Ja. Oké, die moeten we niet hebben. Drie meer. Niet 3C, maar 3 meer. Oké, ik ga toch dat maze level moeten doen. Ik heb tot nu toe echt niks gedaan. Ik ben teleurgesteld. Je kan het, Sander. We geloven in je. Ik weet niet, ik vind dit maze level... Hazy Maze Landscape. Vind ik heel kut. Oh, die maze is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Vind ik. Au. Ik ben nu alweer dood. Oh, never mind. Nee, ik ging waarschijnlijk gewoon de verkeerde kant op. Nee, maar... Oké, waarschijnlijk is hij ook niet zo moeilijk, maar ik ben hier heel slecht in. Als in... Ja, slecht in. Als in extreem slecht. Als in... Ik ben net als de NL Alert. Extreem. Ja, die is wel extreem, ja, had je vandaag ook. Ja. Daar is niks aan dat geloven. Staat er ook, ja, hè. Bij Warning stond er ook extreem. Nou, dat kon ik ook wel horen ook. Mijn oren vonden dat ook nogal extreem. Wat moet ik hier doen? Magisch. Au. Oké, ik moet naar boven, maar hoe kom ik naar boven? Ken je dat, proeven? Dat is hoe ze dat in het Engels zeggen.
klopt, ja. Maar ik ben zo'n talenknoepel. Ja, dat ben je, ja. Ja. Wee, boop. Oh nee, dit is gif. Magical powder. Wat moet je bij dat gif ook alweer doen? Ik weet wel dat je iets met dat gif moet doen. Of moet je dan metallic Bowser... Of Bowser... Ja, Sander, ik denk ook dat jij metallic Bowser moet zijn, gozer. Ja, volgens mij wel, ja. Nee, maar metallic Mario. Waar gaat het nu om? Want ik heb niet helemaal opgelet. Dat gif? Nee. Je moet gewoon zorgen dat je niet te lang in dat gif blijft staan. Alleen, je moet... zeg maar ervoor zorgen dat je ergens in dat gif maze zit zo'n stukje dat je naar boven moet en dan moet je gewoon naartoe springen, zeg maar. Oh, ah, kut, ik ben dood. Ik had ook nog maar 2 dingetjes, dus de volgende keer ga ik dat helemaal redden, maar nu wist ik niet hoe dat was. Dat kan je, Sander. Ik geloof niet. Nu ik nog. Dat helpt wel, ja, bij een goed resultaat. Hier zien Dangaloo, zoals dat in het Engels is. Dat jij nog moe wordt van jezelf. Jawel, ik ga elke avond weer slapen namelijk. Sorry. Ik heb medelijden met je. Waarom dacht je ook ooit van, joh, met die Sander wil ik wel zo'n aflevering? Omdat ik het veel te leuk vind, Sander, eerlijk is eerlijk. Wat? Omdat ik het veel te leuk vind. Nou, dat vind ik wel lief. Ik vind het alleen niet leuk als je op Pokémon raged, maar ik vind het wel leuk als je op Mario raged. Nou, vind ik ook niet leuk, maar daar heb je gewoon alle reden toe, zeg maar. Verdomme. Maar, auw. Maar, oké, maar jij vindt het niet leuk als ik op Pokémon rage, maar wat moet ik dan doen als een Pokémon doodgaat? Moet ik dan zeggen, yeah, een Pokémon gaat dood? Nee, als een Pokémon doodgaat, dan mag je best wel boos worden, want dat ben ik ook. Zeker als het door Mirror Code is. maar jij blijft dan zo fucking lang boos en dat doe je altijd zo onaardig en zo. Oh, terwijl ik er niks aan kan doen. Nee, oké, dat is wel. Dan, Ik heb tenminste een kaboom, maar dat doe je dan ook niet. Kaboom! Hij is dood. Ik was ook bijna dood hier, hoor. Auw! Nee. Pak gewoon die coins en ga op die elevator staan. Alsjeblieft, Mario. Nee! What the fuck? Oh, ik heb hier volgens mij heb ik hier erg geluk, want deze game bugte. Dat klopt, ja. Nee, maar... Dat ding knipperde. En toen ik erop ging staan, toen ging dat knipperen weg. Dus dat vond ik even heel gunstig. Dat vond dus ik heel gunstig. Gunstig, dat was gewoon heel gunstig. Dus jij wilt gewoon vals spelen Wii. Maar waar zijn die andere 4 dan? Of moet dat die niet met de elevator? Elevate voor 8 red coins. Ja, dus hij moet wel met de elevator. Let's throw a party in the sky and celebrate. Nee, kut. Ken je dat liedje niet aan? Wat? Jawel, dat is Pictar Mush, Elevate. Van het geluid, van ja, zou die Elevate heten, ja? Van niet alleen het albumtitel, maar dat is ook een songtitel. Klopt, maar hij is ook van het album Elevate. Ja, is dat zo? Oh. Ja. Dat weet jij beter dan. Oh, wist je niet dat dat een album was? Krijg toch de tyfus. Weet je wat ik een mooi Big Time Rush nummer vind? Krijg toch de tyfus. Oh, die ken ik niet eens, joh. Ja. Heel ziek. Een hit single. Nee, maar vertel. Weet ik niet meer. Ja, Sander. Blow Your Speakers Out. Nee, Blow Your Speakers Out. Ken je die? Nee? Is die vet? Ja, die vind ik heel vet. Oh, maar die is helemaal niet super bekend of zo, of wel? Nee, klopt. Dat is die ook niet. Even kijken, welke vind ik ook weer leuk? Nou, ik vind er wel meerdere leuk, hoor. Maar ook, ik vind Paralyze wel leuk, maar die staat niet op Spotify. Ja, Blow Your Speakers zou het ook niet. Dat vind ik echt heel jammer. Maar hij staat wel op YouTube. Ja, oké, maar ja... Maar goed, alles staat op YouTube, dus dat is niet echt valid reason, zeg maar. Nee.
Auw. Hoe werkt dit? Maar Big Time vind ik wel... Nee, Big Night vind ik wel leuk. Big Night zegt mij zo niks, eerlijk gezegd. We're gonna be a big night. We're gonna have a good time. Weet je welke ik ook heel erg goed vind? Till I Forget About You. Till I Forget About You. Ja, die is ook wel leuk, ja. Dance hard, laugh hard. Turn the music up now. Dikke fanboying hier, hè? Of niet, Sander? Ja, sorry, man. Sorry, nee, I can't do it. Ook maar hetzelfde. Ik ken was gewoon een old gast. Nee. Kan ik ook niks te doen. Hey. What the fuck? Shaming. Nee. Waar zijn die van die red coinings? I need the red coinings. Heet ook gewoon zo of? Nee, dat werkt niet. Oké. Hey, ik sta toch op. Ja, dank je. Oh, dat zijn red coinings. Ik snap hem al. Oh god, hij snapt het. Ja, dat is voor jou niet zo leuk, maar voor mij is het heel leuk. Voor jou is dat zo'n kaboom. Nou, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Nee! Ik heb hem gemist. Ja, ik heb hem gemist. Toen was dat het. Dat hoor ik wel vaak. Dat geloof ik best. Geloof ik hem weer, is het weer niet goed. Nou. Wat lief. Gevreemd, zegt hij dan altijd. Jij zegt toch altijd, ik word hier gevreemd. Ja, dat is wel iets wat ik zou zeggen, ja. Of je zegt, dat zeggen ze in het Engels. Ja, op een schaal van 1 tot 10 zeggen ze dat wel in het Engels, zeg maar. Dat zeg ik ook heel vaak. Yep. Schaal van 1 tot 10. Velspieler. Schaal van 1 tot 10 vind ik dat een beetje raar. Hey, dit was ook een beetje raar. Dat is wel deze game samengevat. Dus in principe, ja, hoef je daar niet heel verbaasd om te zijn. Zo kaboom in de chat. Ik vind trouwens... hoe heet het? Famous vind ik ook wel leuk. You wanna famous. 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 You wanna be the one that's living alive. Ja, die vind ik ook wel leuk. Yo, weer bugging? Yo, als Mario 64 een Pokémon zou zijn, dan was het de bug time. Echt hoor. Waarom vind ik deze grap zelf zo goed? Oh, dit is echt heel erg. Mooi, nou, over bug types gesproken, echt hoor. Caterpie is ben jij een insider? Want jij hebt wel een aantal bugs. Beste pick-up line ooit, baby. Ik vet het. Zo niet waar ook. Fijn dat je het zelf opmerkt. Hey, bug types kunnen best wel vet zijn hoor. Mm-hmm. Ja, jij vindt Scizor niet vet, want die vinden meerdere mensen vet. Vindt Skarmory waarschijnlijk ook niet vet. Nee, dat is niet. Jij vindt Sander Engels zo werkt ook niet vet. Wacht. Zo werkt het niet. Nu ben je gewoon aan het valspelen. Oh, oké. Nee, dan zou ik niet valspelen. Het gaat mij om overhypte Pokémon, dus die onterecht veel gehyper zijn dan dat ze moeten zijn, zeg maar. Is Scizor niet ook over? Nee, die is decently gehyped, zeg maar. Oké, Metang ook niet. Shiny! Nee. Oh! Die is gewoon gruwelijk. Die is echt heel ziek hoor, die shiny. Die is... Ja, nee maar echt. Yo. Mario, if you cannot right now... I said nog, if you cannot right now, wat doe je? En je doet wel right now. Nah. Ik snap er niks van. Nee, Mario schijnbaar ook niet. Nou, ik heb weer heel veel tijd gedaan. Weet je? Oh, ja. Ik ben niet iemand die voor stelen is, maar Team Rocket mag van mij deze game wel stelen. Niet ook wel spelen. Nee, ook wel hoor. Nee, jawel, ook wel. Oh, je bent van de torture.
vind jij lekker. Nou, of bij anderen gebeurt dat. Wow. Yo, ik heb zo'n sterretje. Zo'n sterretje? Heel ziek. Mag ik zo'n Sander hype in de chat? Ik heb geen Sander hype, maar... Ik heb straks wel een Sander loser. Dat klopt, ja. Als je nu denkt van... Yo, Sander, waarom heb ik deze nog niet gezien? Ga even naar mijn Discord. Ga even naar mijn Twitter. Staan ze gewoon op, gast. Waar ben je er nog niet geweest? Ja, waarom ben je daar nog niet geweest, gast? Ik vind jou raar. Als jij dat niet hebt gedaan. Dus Jordi, dan weet je al, ik heb het niet tegen jou. Metalhead? I'm not a metalhead, man. Hoe noem jij me nou? Nee, deze game noemt mij metalhead. Hij zegt, jij moet zo'n metalhead zijn, anders mag je deze game niet halen. En toen zei ik van, jij bent zo'n pop-punkhead. Ja, dat klopt wel. Dus Sander, ik heb jouw Spotify Wrapped gezien. Ja, oef. De diepste geheimen. Ik ben ook wel erg van de pop-punk, hoor. Dat was niet, stond niet bij mij bovenaan. Ook al, ik moet eerlijk zeggen, ik het ook niet meer weet. Maar hij stond er wel bij mij wel tussen. En als ik zelf zou moeten raden, had ik wel pop-punk geraden, zeg maar. Ik was heel erg verbaasd dat Dutch Rock bij mij op nummer 4 stond. Ja, maar kijk, als je alleen maar pop-punk luistert en dan één Dutch Rock nummer. Ah, oké. Ik luister natuurlijk wel, hoe heet het? Ik luister wel Waylon. En dat is natuurlijk wel Dutch Rocking. Oh ja, Waylon. Die stond ook nog best wel hoog bij jou. Ja? Ja, dat kan wel hoor. Die heeft er wel meerdere jaren best hoog gestaan namelijk. Okay. Dus dat kan wel. Oh, dus je bent alleen ik had het idee dat hij dit jaar niet heel hoog stond. Nou, hij stond wel. Ik weet wel dat Rise Again stond op nummer 2. Ja, en Against the Current. Ja, Against the Current natuurlijk op nummer 1. Maar dat had ik ook niet anders verwacht eigenlijk. Bij mij stonden er ook... Ja, trouwens, heb ik daar naar gekeken? Jawel, toch? Tenminste, als ik nou zou moeten raden, zou ik 1 en 2 zo op kunnen noemen. Dat is nummer 1... Fina Shepard. Michel? Nee. Nummer 1 zal Shepard zijn. En nummer 2... Panic at the Disco. Oké. Denk ik, hoor. Oké, dit gaat niet lukken. Ik ga hem aan. Ik zie toch geen hol, jongens. Dat is niet handig. Tip. Alhoewel, misschien... Ja, soms moet je daar ook niet heel moeilijk om doen als je geen hol ziet. Ligt eraan wiens hol je niet ziet, hè. Ik bedoel, zo'n konijnenholletje. Dat is op zich niet verkeerd. Klinkt wel grappig om te zien. Shoot. Het is toch wel grappig. Het is wel funny, man. Het is funny, man. Voor Frodo? Voor Frodo. Yo, ga ik mezelf torturen? Nee. Ja, doe even. Doe even Mario 4. Oh, wat doe je al? Nee, ik wou die ene, die underwater level doen. Water! Cool Cool Mountain, Jolly Roger... Oh, Jolly Roger Bay is dat, ja. Daar heb ik er wel maar 2 gehad. Het kutte is... Oké, ik ga nog 1 keer proberen. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Doe even 1 keer proberen, Sander. Nog 6,5 minuut. Oké, dan ga ik nog 1 keer de L proberen. Waarschijnlijk gaat het weer niet lukken. Het kutte is bij die L. Je kunt niet de hele tijd opnieuw proberen, want die L gaat weg. Ja, die gaat gonzo. Maar die L komt gewoon weer terug bij zijn spamplek. Nou, dat duurt dan best lang. Dat kan. Yo, where are you at, Al? I want you having in my... boom, boom, boom. I want you in my room. Because I need that sterretje. Na, 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 na. Nou, ja, I needing that sterretje. De game die gaat al richting jouw hoofd. Oh, ja! 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 I got him. Serieus? Ladies and gentlemen, yes. We got him. Wel 0 coins. Maar wel een sterretje erbij. Maar ik wil geen 0. Weet je waar dat van is, man? Wat? Ik wil geen 0. Nee? Zo 1, 2, 3. Nee? Dat is volgens mij van de tweede aflevering van Victorious. Dan gaan André en Robbie...
Die komen dan zo'n leraar tegen. En dan moeten ze ballet... Oh nee, André en Beck, denk ik. Moeten ze ballet gaan dansen. Oh, met die chick. Ja, dan willen ze eerst niet. En dan is het zo van... Ja. Yo, maar er zijn chicks. En dan... En dan, dan zegt Robbie op een gegeven moment van... Ik wil geen zero. Oh, ja. Heb ik hier alles? Oh, wat doe ik? Nee, hier moet ik helemaal niet zijn. Waar was ik zo net dat ik... Waar wilde ik zo net naartoe? Oh ja, Jolly Roger Bay. Lekker doen voor eentje. Echt geen zin in. Dan ga je niet. Ja, maar waar moet ik anders naartoe? Centraal Station. Pressure of the Ocean Cave. Oké, ik weet niet waar die is. Maar wat ik wel kan doen... Ik denk dat ik de staart al heb hoor. Maar ik kan even kijken... Heb ik de red coinings al? De red coins? Het... Ja, zo zeggen ze dat in het Engels. God, maar als je red coins hebt, zeg maar, dat is dan Nederlands. Oh, er is geen... nee, er is geen ster achter. Zijn til. En die ster in het midden kan ik zeker ook niet. Want daar is too much current. En dan moet ik Against the Current. Dat is mijn favoriete band. Dus dat is grappig. Are you hating Jolly Roger Bay? Wat? You do never finding yourself vermoeiend? Elke avond. Nou ga ik elke avond naar bed. Oh, stop. Oh, het leven haat me echt. Treasure of the Ocean Cave. Nog 3 minuten, Sander. Treasure of the Ocean Cave. Ik heb het zelf trash. Oh. Nee, treasure. Ja, ik weet wel dat ik zelf een treasure ben. Treasure. That is what you are. Of zo, ik weet niet meer dat liedje. Dat is toch van Bruno Mars, of niet? Ja. Die bedoelde ik wel. Ocean Cave. Dit ziet er wel uit als zo'n ocean. Maar en dan is dit zo'n caving. Yo, ga nou niet naar boven. Game over. Snel, Mario, ren. Oh, dit is zo kut. Dit is zo kut. Ga die coins pakken, Mario. Kut, Mario. Wow. Doe eens normaal tegen Mario. Nou, als hij niet normaal mijn orders kan opvolgen, dan nee. Hoe ben je zo iemand? En je houdt van torture en je bent zo'n boss. Yo, ik word ook later een dictator, denk ik, als ik zo door blijf praten. Dat denk ik ook wel, ja. Jij denkt dat ik weet het. Mwahaha. Kaboom. Kaboom. Dat wordt jouw slogan dan. Kaboom. Kaboom. En het vuil is weg. En geregeld wel. Kaboom. Kaboom, geregeld. Dat wordt mijn slogan dan, van mijn land. Dat is naars. Nou, nee. Nee. Yo, I'm getting zo'n leventje. Leventje? Ja, dat heb je wel nodig, ja, een leven. Oh, dat ik het had. God voor de diesel. School heeft hem afgenomen. Wat is dat school, kan je dat eten? Was dat maar zo, jongen. Oh, dan ben ik echt heel blij. Dit ziet er wel uit als een Ocean Cave, maar waar is de treasure ring dan? Treasure. I wanting the treasure. Oh, daar is de treasure. I seeing the treasure, man. I seeing the treasure. Then you are not chickeny. Oké, het is deze. Het is oprecht die. Oké, dan is het deze. Oh, dan weet ik hem. 43 seconden. Au, dan weet ik hem niet. Oh, ik ga wel echt de 30 aantikken vandaag. Jij zeker de 50. Dat was wel mijn bedoeling, ja. Zo, daar moest ik even heel diep voor inademen, want dan moest echt vol eruit. Was dat een kaboom? Ja, dat was een kaboom, want ik heb 30 sterren, gozer. Dat betekent... Voor jou is dat zeer nice, ja.
Ja. Hoe, ik heb bijna save en quit gedaan. Dat is niet handig. Kom ik daar dan weer, mijn jong? Oké, okay, waar was die ene waar ik 30 sterren voor nodig had? Was tijd is op, Sander. Yo, zag ik daar Brilliant Diamond staan? What the freak? Nee, Shining Pearl zag ik er staan. Dat kan niet, want die heb ik niet. Ik wou dat ik die had. Maar zit jij nog in een leveltje? Ja, ik zit nog in een leveltje. Yo, what the freak, guys. Het ging bijna helemaal mis. Wat? Oh! Ik weet het ook niet. Nee, ik wilde iets zeggen en toen moest ik lachen. Ah. Ik wilde namelijk zeggen. Ik zei guest in plaats van gast. Toen wilde ik zeggen, ze zeggen ze dat in het Engels. Toen bedacht ik me, oh wacht. Dat komt in, eigenlijk ook nog best wel dicht in de buurt ook. En toen moest ik lachen. Dames en heren, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Heb ik ingehaald? Ja, ik zit nog op 49, maar ik doodging. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. Via Sander de Coole Jongen, ga dan naar zijn kanaal. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.